Het is een actie die een jaar of 5 geleden gestart is in Voorburg van onze collega vrienden van de Lions Club. En dat heeft zich na 1 jaar half landelijk uitgespreid en inmiddels is het een bijna landelijke actie geworden. En ondanks het feit dat we afgelopen jaar in maart eigenlijk de vorige actie hebben gehad, hebben we toch weer een pallet bij elkaar kunnen sparen met de hulp van al die mensen die hun punten gedoneerd hebben in plaats van ze zelf ergens voor te gebruiken. En ja, als je dan ziet welk doel het betreft, dan denk je van nou, dat is hartstikke mooi dat mensen elkaar dat kopje koffie gunnen, ook voor de mensen die het minder hebben. Het gaat nu om ongeveer 825 pakken van 425 gram. Vorig jaar hadden we er iets meer dan 1000, maar dat waren pakken van 250 gram. Dat is mede dankzij de gulheid van Douwe Egberts, die dus inderdaad de bio-koffie nu heeft ingezet in plaats van de kleinere gewone pakken. Dus dat is alleen maar een prachtige geste van Douwe Egberts. En wij zijn hartstikke blij dat we elke keer weer mensen in Wierden, in Tubbergen en in andere omliggende gemeenten van Almelo vinden. Die zeggen, zet hier maar een box neer, wij gaan meesparen. Dus eigenlijk is de boodschap ook van, we rekenen er min of meer op dat er ergens in de toekomst wel weer een actie gebeurt. Wij zijn er weer klaar voor en we hopen dat Almelo en omstreken weer mee gaat sparen.